Ja, op dit moment zijn er werkzaamheden vooral op de computer. Dus we proberen de hele motorfiets in de computer te krijgen. En ja, de komende maanden zal dit hok verlaten worden en zullen we echt naar een werkplaats gaan om hem in elkaar te gaan zetten. Voor ruim 30 studenten van de TU Eindhoven is donderdag 5 maart een uiterst belangrijke dag. Voertuigen op fossiele brandstoffen zijn niet welkom. Je moet op de weg mogen rijden en het moet een voertuig zijn wat duurzaam is. In een flitsende show zal Team Storm zijn eigen ontworpen elektrische motor presenteren, die in 2016 van start gaat in de race om de wereld in 80 dagen. We starten de race in Europa, vervolgens zullen we doorrijden naar het Midden-Oosten. Naar India gaan, de Himalaya over naar Azië, oceaan over gaan steken naar Noord-Amerika. De race rond de wereld is 40.000 kilometer lang. De reis is opgedeeld in verschillende etappes, dus je hebt wel verzamelpunten. En als je over al die etappes het minste tijd hebt gereden, dan heb je gewonnen. De uitdaging voor de jonge wetenschappers is om een motor te bouwen waarop een rijder het 40.000 kilometer vol kan houden. En die ook nog eens rijdt op stroom. The race is on. De belangrijkste vraag in de journalistiek is altijd waarom? Om eigenlijk te bewijzen dat onze motorfiets klaar is om deze uitdaging aan te gaan. En daarmee te bewijzen dat die ook bijvoorbeeld op de markt zou kunnen komen als dat mogelijk is. Innovaties ontwikkeld voor deze race zien we mogelijk over jaren weer terug in bijvoorbeeld onze eigen elektrische auto. Een strategieteam en een algemeen deel. Vandaar dat bedrijven, hetzij voorzichtig, ook participeren. Op dit moment zijn er een paar fabrikanten die ons vooral helpen met technisch inhoudelijke kennis, maar ook met kleine componenten die ze aan ons kunnen leveren. De start van 80 Days Around the World is in april 2016.